Mamma, ti prego, non ti preoccupare. Dici che c'è abbastanza lavoro in Olanda. Theatergroep De Jonge Honden reist met een nieuwe voorstelling door Twente. In zowel historisch als actueel verhaal in de open lucht, met live muziek en een bord spaghetti. Romeo en Julia en een spaghetti western in één. De voorstellingen starten dit weekend in Almelo, reizen door naar Borne, Enschede en Zwolle en zijn als laatst in Oldenzaal. Waar gaat het stuk over? Het gaat over de historische gebeurtenis in 1961, wat plaatsvond in Oldenzaal. Maar wat eigenlijk ook wel speelde in heel Twente. Namelijk het conflict tussen Italiaanse gastarbeiders en de Twentse nozems. En op basis van die historische gebeurtenis hebben wij een voorstelling gemaakt. Deels fictief en gebaseerd op feitelijke waarheden. Genaamd dus Spaghetti Rellen. Zoals ook die conflicten de geschiedenis in zijn gegaan. Wist je al van de rellen in Twente? Er gebied mij de eerlijkheid te zeggen dat ik daar eigenlijk nog niets van wist. Ik hoorde dat 2 jaar of 1,5 jaar geleden hoorde ik daar eens van. En toen dacht ik, dit is eigenlijk een bizar verhaal gewoon. Dit is gewoon een soort cowboy verhaal uit een B-film of zo. Wat als ik zag waar het over ging. En dat ze bang waren dat de Twentse meisjes werden ingenomen. Daar waren de nozems bang voor. Dat die Italianen die binnenkwamen met ja toch wel een bepaalde flair, tenminste dat dachten zij. En op basis van die aanname zijn die nozems een beetje voor hun terrein gaan staan. En ik dacht, dit is gewoon waanzinnig. Dit is gewoon een soort Romeo en Julia western in onze eigen provincie. Wat voor een rol speel jij? Ja, ik speel de rol van Dante. We hebben eigenlijk een hoofdpersonage, Stefano, een Italiaanse immigrant die hier komt werken. Hij komt niet alleen, hij komt met zijn beste vriend, Dante, die op zijn eigen manier eigenlijk weer zich verhoudt tot Oldenzaal en het leven daarin. Kende je het verhaal hiervan al? Nee, ik had geen idee. Ik zag eigenlijk de oproep van Jonge Honden. En er stond een kleine synopsis bij, een kleine samenvatting. En ik vond dat ook erg vet. Dus ik ging er wel op aan en toen wilde ik gewoon een auditie doen. En daar hoorde ik echt veel meer informatie over wat het allemaal behelst en zo. Dus dat was wel tof. Ja. Je hebt toneel geregisseerd, muziektheater, jeugdtheater, nu dit. Waar ligt hier de uitdaging? De uitdaging ligt hier. Nou, op locatie werken is altijd een uitdaging. Hè. We maken vaak locatietheater. De uitdaging ligt hier heel erg bij het rondspelen van het publiek. Het publiek zit namelijk niet op een tribune, maar in een U-vorm. Als een soort carré-opstelling om de voorstelling heen. En dat is best pittig qua geluid en qua zichtlijnen. Dus daar zijn we heel hard mee aan het werk. Maar dat maakt ook dat je een hele gezellige avond hebt met een bordje spaghetti aan een tafeltje samen. En op die manier in een soort Italiaanse setting naar een voorstelling aan het kijken bent. Dus ja. Want je komt zelf niet uit Twente? Nee. En hoe is het om hier op te treden? Heel leuk. Heel leuk. Iedereen is onwijs behulpzaam en het is een prachtige locatie en de andere steden worden ook super mooi. Dus ik ben blij om hier te zijn en het is te gek om in de open lucht te spelen. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus dat is heel vet. En de komende weken veel uitvoeringen? Ja, zeker. We gaan eens even kijken. 5 augustus gaan we de eerste voorstelling spelen. En dan hebben we 8 augustus de eerste première. En daarna zijn we eigenlijk door heel Twente te zien tot en met half september ongeveer. En wordt er ook een beetje dialect gesproken of Italiaans? Nou we hebben ook zeker een Italiaanse acteur. Dus er wordt wel volledig Italiaans gesproken. Waardoor het stuk overigens nog steeds te volgen is. Maar als je dat wil weten moet je maar komen kijken. Twents hebben we ons niet aan gewaagd. Gewoon om toch een beetje respect voor het dialect. Ik weet ook gewoon, als je dat niet beheerst, dan je kunt het trainen, maar... Dan gaan mensen hier het horen. Dit is het hol van de leeuw, dus daar brand ik mijn vingers niet aan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zitten een paar zinspelingen in met de handen in de tuk, op Hoezan. Knipoogje naar Twente.